is Martine Reitsma en een opdracht van de gemeente Den Haag organiseert Co-Creatives, het kinderrechtenfestival voor de kinderen in de wijk Eskamp in Den Haag. De Dag van de Rechten van het Kind, dat is morgen 20 november. En de aankomende week zal in aandacht staan van het kinderrechtenverdrag. Gemeente Den Haag besteedt veel aandacht en zorg aan het kinderrechtenverdrag en het kinderrechtenverdrag te implementeren in de wijken van Den Haag. Dus te brengen bij wie het hoort, bij de kinderen en bij de bewoners in de wijken. Dit festival is voor het eerst wat gehouden wordt en zijn er vele activiteiten voor de kinderen te doen. Allemaal activiteiten die te maken hebben met het kinderrechtenverdrag. Voorbeelden van kinderrechten zijn recht op zorg en aandacht en liefde, recht op vrije tijd, recht op onderwijs, recht op gezondheidszorg, bescherming, participatie, dus meedoen. Kinderen hebben recht om geïnformeerd te worden over het kinderrechtenverdrag en hebben recht om betrokken te worden bij beslissingen die hen aangaan. Ja, vanochtend is de zaterdagschool van Kindcentrum Bamboe gestart met een apart programma. De kinderen hebben allemaal een workshop gehad over het kinderrechtenverdrag. Dus wat hebben zij nodig om goed, gezond, veilig en gelukkig op te groeien? En daarna zijn de kinderen in verschillende groepen uit elkaar gegaan. En de oudste groep heeft zich onder andere verdiept in de wijk. En wat is er in de wijk te doen? Wat met het kinderrechtenverdrag te maken heeft en hoe ziet de stad van de toekomst eruit? Kinderen mochten daarover meedenken. Medicijnen, 7. Onderwijs, 8. Gezond water, 9. Onderdak, 10. Zorg, liefde, gezelschap. Nou, ouders en opa's en oma's, jullie blijven wel een beetje ouder. Yeah. Ja, applausje voor de kinderen. Na het programma van de zaterdagschool mochten de zaterdagschoolleerlingen met hun ouders hier komen lunchen. Natuurlijk een gezonde lunch, want kinderen hebben recht op gezond en voldoende eten. Nu zijn er allerlei activiteiten gaande, van stoomcursus kinderrechten tot een voorleeshoek, workshop vloggen, breakdance, apenkooi. En daardoor zijn ook verschillende organisaties betrokken. Zoals uiteraard de gemeente Den Haag, de kinder- en jeugdrechtswinkel. De sportverenigingen zijn hier ook actief. Kinderen en ouders en alle andere geïnteresseerden kunnen op meerdere plekken informatie vinden over het kinderrechtenverdrag. Onder andere op de website www.kinderrechten.nl. Maar ook bij UNICEF. www.unicef.nl/kinderrechten. Maar ook een organisatie als Stichting Kinderrechten Nu. www.kinderrechten.nu. In de wijken in Den Haag is ook de kinder- en jeugdrechtswinkel te vinden, waarin kinderen terecht kunnen bij juridische vragen.